persoon die neer is geschoten. Politie en de ambu zijn samen mee onderweg. Hallo mensen, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, LSP Boulevard Amor. En vandaag ga ik op pad met de mug, de Belgische mug, zoals ik laatst al had aangegeven. Mug staat voor medische urgentiegroep. Medische urgentiegroep, ja. En dat is een gespecialiseerde eenheid die in België ingeschakeld wordt in de dringende geneeskundige hulpverlening. En gespecialiseerde bijstand verleent aan het team van een ambulance. Je moet het niet zien als een rapid responder. Je moet het eigenlijk een beetje zien als een MMT in Nederland. Maar wordt de mug wat sneller ingezet dan het MMT. De mug wordt vaak, geloof ik, ingezet. Even denken. Ja, ze zitten vaak aan een ziekenhuis vast en ja, patiënten met hart- en ademhalingsproblemen, zware trauma's, noem maar op. Nou, dat is ook wel een beetje zo wat je in Nederland ziet bij het MMT. Maar ik weet gewoon dat het ambu in België, dan heb ik de hik of zo, de ambu in België mag minder. En dan heb je de mug sneller nodig. Voor menig ook pijnstiller en zo. Dus vandaag zijn wij, er zit ook een arts op, een verpleegkundige. En de mug kan ook vliegen. Ik rij alweer verkeerd. Er zijn geen vaste mugvoertuigen. Net zoals in Nederland eigenlijk de rapid responder ook niet echt vast is. Daar heb je een Touran, een Caddy, noem maar op. Een Mitsubishi. En hier heb je in België, ja, of hier in België. In België heb je dan de Volvo XC90, de X5, een Volvo XC70, noem maar op. Dus van alles wat. In ieder geval, wij gaan vandaag dus met de mug op pad, eigenlijk solo, terwijl je normaal met z'n drie bent, als arts en verpleegkundige en chauffeur. Dus voor de rest zullen de meeste mensen nu misschien allemaal zitten te roepen, ja, maar je hebt de verkeerde skin, want je bent toch in Engeland bezig met die skin. Nee, België is sinds kort overgegaan op, hoe heet dat nou? Dit, ik weet de naam even niet. En dat ziet er best wel badass uit. Maar het zijn toch echt Belgische voertuigen. Dit is wel een fictieve skin. Trouwens, het is niet 1-op-1 nagemaakt, moet ik zeggen dan. Trouwens ook shoutout naar mijn allergrootste fan, zo moest ik hem noemen. En hij is toch ook wel echt mijn allergrootste fan. Die deze skin van de auto en van het uniform, het pakje, voor mij heeft gemaakt. Ja, we zijn in ieder geval bijna te plaatsen. Betreft een reanimatie. De meldingen stroomden binnen bij het ziekenhuis. Maar deze dacht ik, die moet ik aannemen. De ambulance is er al zoals gewoonlijk. Maar wij gaan... Ai. Ik ga niet het strand oprijden. Want de ambu mag voor mij best vastzitten. Nee, dat is trouwens niet. Dat is niet handig. We hebben geen vervoer, ambu. Maar ik ga niet vastzitten. Mijn stuur is ook redelijk kloten op dit moment. Okay. Om maar even zo te noemen. Dus ik heb op dit moment... of dan moet ik zo meteen even aanpassen. Ik ga in ieder geval rennen. Dat is trouwens ook de ambu. Geskind door mijn allergrootste fan. Ja, de sirenes blijven aanstaan voor de mensen die dat nog niet wisten van de andere video's hiermee. Ik ga nu in ieder geval de patiënt beoordelen. En ja, hun hebben natuurlijk ook mugpakjes aan. Dus het is het een of het ander. Of ik had een normaal ambu pakje aan. Of hun hadden samen met mij waarschijnlijk de mugpakjes aan. Dus het is daar maar even, het is maar even zo. Ook de sirenes, ik moest trouwens niet dadelijk door in het water zitten. De sirenes die ik gebruik zijn niet 1-op-1 met de mug. Ik weet ook niet of het ambu sirenes zijn of iets. Of gewoon politie. Maar we moeten het gewoon er even mee doen. En nu aan het reanimeren. En dat is nooit goed.
Steeds beter met de reanimatie. Ik ga wel even beoordelen van het slachtoffer, van het ritme, van de ademhaling, noem maar op. We gaan nog eens op de lifepack kijken of welke monitor ze in België ook gebruiken. En dan krijgen we weer waardes eruit. En dan weten we of we door moeten gaan met de reanimatie. Ja, hij is al bezig. Saturatie redelijk laag, temperatuur goed. Bloeddruk van 0, hartslag van 0. Ademhaling van 0. Het lijkt erop dat hij gewoon echt al een tijdje ligt. Ik weet niet of hij is aangespoeld of iets, om maar even zo oneerbiedig te noemen. Of het hier is neergevallen. Omgekiept. Ik ga in ieder geval... Ja, we hebben iets. We gaan weer door naar een nieuwe melding. Het is lekker druk voor de mug. Voor ons. Namelijk een ongeval, denk ik. Waar iemand een flink trauma aan zijn borstkast heeft overgehouden. En dat is niet goed, hè. De ambulance is al ter plaatse natuurlijk. De mug wordt vaak of als bijstand bijgeroepen. Of gewoon primair al. Een beetje zoals Nederland denkt, de primaire en de secundaire inzet van het MMT. Primair is bijvoorbeeld als je een melding krijgt van een drenkeling. Standaard mobiel medisch team, het MMT. Ook is de brandje mee pakken, voorzichtig, anders bandjes kapot. Maar secundair kan ook zijn dat het toch wel ernstig is ter plaatse. Geen MMT indicatie. En vervolgens wordt het MMT dan nog bijgevraagd, als bijstand gevraagd, door de ambu. En zo kun je ook bijstand van de mug aanvragen. Ik snap niet waarom zijn de bijstanden altijd naar mij toe komen lopen. Wil je iets zeggen of zo? Praat dan. Hallo. Wat hadden we ook alweer? Oh ja, chest trauma. 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 Ik kan geen... Die R, dat ligt gewoon niet bij Limburgers. Sorry. Ah, dat is een W. Oh, die is dood. Reanimeren. Beoordelen ritme. Oké, we worden de ritme. We gaan samen naar het ziekenhuis, die is hier verderop.
gaan we hier links. En dan gaan we hier rechts en dan zijn we bij het ziekenhuis. Beetje spelen met sirenes, dat vind ik wel leuk. Ada. Ik dacht dat ik hoorde politie ergens links, maar die staan hier in de struiken. En daar staat er eentje verstopt achter de boom. Misschien ziet hij me niet, denkt hij. Maar ik zie het toch echt, vriend. En hier ligt de slachtoffer. Op het eerste oog geen schotwonden te zien. In de rug ook niet. Moet maar van die sirenes houden hoor. Ja, inladen wegwezen jongens. Ik ga met jullie mee. Ziekenhuis, eerste beste die we tegen gaan komen, ja. Ze gaan niet naar een ziekenhuis. Dan ga ik alvast door naar de laatste melding van vandaag. Een aanrijding letsel. Ik hoor de sirenes alweer hoor. Dat is naast het welk Erasmus zijn. Ik ben veel te veel met die roleplay bezig. Het is naast het ziekenhuis. Dus als die melding nou was gekomen als wij daar nog stonden. En hun staan er ook nog steeds trouwens. Dan waren we sowieso eerder geweest. Politie is nergens bekend, dus ik doe even de wegafzetting. Hallo mevrouw, ik ga toch niks tegen me zeggen, loopt er niet naar me toe. Meneer, hallo, kunnen we horen, ambulance, mug. Ik ben van de mug. Ik ben de arts van de mug. Ah, zet een kutsgreen uit. Ja, alles lijkt redelijk in orde, neem me maar mee hoor. Ik ga niet mee rijden. Valt allemaal mee. Inzet was niet nodig voor ons.
Dus ja, alleen maar fijn voor meneer. Ik zet hem hier neer, achteruit, en ik pak mijn Audi RS6, want ja, een mugarts verdient natuurlijk supergoed. En ik ga lekker naar huis. Ik wil jullie bedanken voor het kijken, ik hoop dat jullie een heel toffe video vonden. Laat dan even een blauw duimpje achter en laat het zeker even weten in de reacties. En wie weet binnenkort weer met de mug, en misschien met een ander mugvoertuig, of eens met de mug heli, wie weet.